cruiseschepen met duizenden passagiers of een dagelijkse veerdienst met vele opvarenden tussen Nederland en Engeland. Wat als er een calamiteit is en deze mensen van boord moeten? Dan wordt dit gecoördineerd vanuit het kustwachtcentrum in Den Helder in samenwerking met de hulpdiensten en diverse organisaties. Het is belangrijk om een plan te hebben in geval van nood. De kustwacht oefent daarom eens in de 5 jaar een massa-evacuatie, een zogeheten LIFEX. Deze oefeningen worden gehouden op de Noordzee. Op 25 mei 2019 verkeert de ferry Pride of Hull fictief in nood. Vanuit het kustwachtcentrum zal de evacuatie worden opgestart. Er zullen meer dan 200 passagiers naar de wal worden gebracht. Daarvoor worden onder andere boten van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, helikopters, vliegtuigen en schepen van de kustwacht ingezet. Deze brengen de passagiers veilig naar geopende opvangplaatsen. De LIFEX wordt gehouden om te oefenen en ervoor te zorgen dat iedereen zijn rol weet bij een massa-evacuatie vanaf de zee. Een uitdagende, complexe en leerzame oefening. LIFEX, 25 mei 2019.